Ja, intussen is Gwenny de Vroe van Open VLD er komen bij zitten. Dag mevrouw de Vroe. Goedemiddag. Ja, we hebben u net bezig gehoord. U bent ook ontgoocheld in het plan van de verpakkingsindustrie. Mm-hmm. Wat sommigen misschien zal verrast hebben, want u zei het zelf, wij zijn de partij die ook de ondernemingen een warm hart toedragen. Maar u bent ontgoocheld in het plan, tenminste het plan dat in de media is uitgelegd. Want voor een goed begrip, we hebben het plan zelf niet gezien. Hè? Nee, we gaan inderdaad uit van het krantenartikel van morgen in de morgen. Met de titel Bedrijven op de rem in het plastiekplan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het dan onmiddellijk grondig doorgenomen. We hadden inderdaad goede hoop op de dialoog met het plan waar de verpakkingssector zelf mee zou komen. Maar toen ik het inderdaad doornam... Ja. Wat schort eraan voor u? Is het te weinig? Te ver in de tijd? Waar schort het? Oh, het is helemaal niet ambitieus. Hè. Het lijkt alsof dat men niet beseft dat de mensen het kotsbeu zijn van het zwerfvuil in de straat. De lat, de ambitie moet gewoon veel hoger gelegd worden. Er was een plan, hè? Er was een plan van minister Schouwvliegen, mm-hmm. maar heeft u dat zelf niet afgeschoten? Onder meer omdat er statiegeld in stond? Wij hebben dat plan inderdaad doorgenomen en wij hebben heel duidelijk gezegd dat er goede lijnen in zaten, maar dat het voor ons ook niet het plan is. Omdat het statiegeld... We hebben inderdaad dat punt gemaakt, maar laat me even het punt maken. Wat voor onze partij echt heel belangrijk is, dat is dat het probleem bij de bron wordt aangepakt. En wat zien we eigenlijk nu? Het zijn altijd kleine elementen, gefragmeerde elementen die aan bod komen. En voor onze partij is het echt van zeer groot belang dat we willen evolueren. En bij de bron, dan bedoelt u bij de bedrijven zelf die het verpakkingsafval produceren? Ja, inderdaad. Ja. Dat we echt evolueren naar een plastiekvrije maatschappij. Dus echt een verbod gaan invoeren op de klassieke plastics. Dat is de maatschappij. Een verbod. Maar goed, er was kritiek op de minister-president die geen timing naar voren schuift, geen mm-hmm. deadline. Mm-hmm. Vindt u dat trouwens zelf oké dat hij geen deadline geeft? Alblieft. Vindt u dat zelf oké dat er geen timing concreet is voor meneer Van Dalen? Wij vinden het van zeer groot belang dat er een duidelijk plan komt, dat er echt ambitieuze doelstellingen zijn en dat er echt een timing is. Ja, wanneer, wat u betreft? Oh, idealiter, hoe rapper hoe beter. Hoe rapper dat we daarnaar kunnen evolueren. Want als u zegt een verbod, wanneer moet dat er komen? Concreet? Oh, voor mij uiterlijk 2025. Maar hoe sneller, hoe beter. En laat mij heel duidelijk... Dat is nog verder dan die 2022 uit het plan van de verpakkingsindustrie waar u kritiek op heeft. Maar laat mij heel duidelijk zijn, veel verdergaand dan wat u zegt. Want wij willen een verbod op alle klassieke plastics, voor alle verpakkingen, maar ook op kledij, cosmetica, etcetera. Dus wij willen evolueren naar een maatschappij met minder plastics, de circulaire economie, met ambitieuze doelstellingen, betere recyclage, hergebruik. En wij willen naar verpakkingen gaan die effectief ecologischer zijn. Uiteraard minder verpakkingen, maar als er alternatieven komen die ook effectief ecologischer zijn. En bio... Maar goed, tegen 2025 hoor ik u zeggen. Het zal dus voor de volgende regering zijn om zo'n verbod uit te vaardigen. Hoe sneller, hoe liever. Maar wij willen die 2025 is een verbod op alle plastics, alle verpakkingen, ook kledij, cosmetica. En dat is een heel ambitieuze doelstelling waar wij als partij effectief voor... En is die haalbaar, denkt u? Volgens mij is die haalbaar. In die zin, we hebben in Vlaanderen het geluk, u heeft daarnet gezegd, u draagt het bedrijfsleven een warm hart toe. Dat is ook zo. En we hebben het in Vlaanderen. Ja, dat is ook zo. En wij geloven echt in de innovatie van onze bedrijven. Er zijn echt bedrijven die inzetten op de markt brengen van biodegradeerbare, bioafbreekbare verpakkingen. En we moeten meer die weg opgaan. Nu, ik wil toch nog eens terugkeren naar dat statiegeld. Van stel dat dat er nu niet had ingestaan in dat plan van minister Schouwvliegen, dan hadden we vandaag misschien al een goedgekeurd plan gehad. Nee, dat denk ik niet, want voor ons is dat plan ook niet verregaand genoeg. U hoort mij hier die ambities verkondigen van verbod, het verbod. Een echt verbod, voilà. Er is tijdens het actualiteitendebat van enkele weken geleden ook op gewezen dat uw partij in heel wat gemeenten deel uitmaakt van een bestuur dat toegetreden is tot die zogeheten statiegeldalliantie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een vervelende spreidstand. Oh, dat is in elke partij zo. Ik moet eerlijk zeggen, als je gaat analyseren welke gemeente al dan niet is ingestapt, ik denk dat u dan gaat zien dat het in alle partijen zo is. Hebben de burgemeesters zich vergist door erin te stappen? De burgemeesters, maar niet alleen de burgemeesters, ik ook. Iedereen is eigenlijk het zwerfvuil in de straat beu. Ja.
En daar is, dat is de reden waarom dat veel burgemeesters nu daarop hebben ingestapt. Het kost ook veel geld, hè? Meer dan 150 miljoen, horen we hier vandaag nog eens zeggen. Dus zo snel mogelijk een verbod, hoor ik u zeggen. Tegen 2025 ten laatste. Mevrouw De Vroe, bedankt voor dit gesprek. Heel en graag. Beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Die vatten we nu zaterdag om 6 uur samen. Vragen onder meer over de veiligheid van fietspaden, over lessen Turks in Gentse scholen, te zien om 6 uur. Op deze zender. Bedankt.